Het is een bijzaak van de mooiste bijzaak van het leven. Kapsels van voetballers. We zetten in deze aflevering van De 10 10 bijzondere haardrachten op een rijtje. Op 10, Ronaldo. Met een bizarre coup gidste Ronaldo Brazilië in 2002 naar de wereldtitel. De goalgetter had zich helemaal kaal geschoren op een klein plukje na. Naar de hand had Ronaldo een simpele verklaring. Hij koos bewust voor een merkwaardig kapsel, omdat hij er genoeg van had dat mensen het steeds over zijn blessureproblemen hadden. Op 9, Carlos Valderrama. Op de WK's van 1990, 1994 en 1998 was Carlos Valderrama een van de opvallendste spelers van Colombia. De spelmaker werd niet alleen vanwege zijn voetbalkwaliteiten de witte gullit genoemd. Ook nu hij de 60 nadert is Valderrama nog steeds te bewonderen met een geblondeerde haardos. Op 8, Ryan Babel. De eerste oranje international met roze haar luistert naar de naam Ryan Babel. De meeste voetballers worden qua kapsel iets conservatiever naarmate ze ouder worden, maar Babel bewandelt juist de omgekeerde route. We zijn benieuwd wat hij nog meer in petto heeft. Op 7, Taribo West. Met zijn dreadlocks in een knotje maakte Taribo West de blitz tijdens het WK van 1998. De Nigeriaan is een van de weinige spelers die zowel AC Milan als internationale heeft gediend. Maar zijn belangrijkste claim to fame is toch zijn haardracht. Op 6, David Beckham. De voetballende mode-icoon hoort natuurlijk thuis in dit overzicht. David Beckham baarde begin deze eeuw optie met een mohawk-kapsel. Manager Alex Ferguson van Manchester United was daar niet van gediend. En zou Beckham volgens de overlevering hebben verteld dat hij met zo'n kapsel niet meer zou spelen. Beckham schoor zich vervolgens kaal, maar koos enkele jaren later opnieuw voor een mohawk. Op 5, Abel Xavier. Abel Xavier was al lang een vergeten voetballer geweest zonder zijn extravagante coupe. De voormalig PSV-verdediger maakte het elk jaar ietsje bonter. Zijn geblondeerde baard maakte het helemaal af. Op 4, Leonardo Cuellar. Het is een iconisch Panini-plaatje dat van Leonardo Cuellar in het stickerboek over het WK van 1978. De Mexicaanse middenvelder was geen imposante speler, maar maakte wel de sier met een indrukwekkende afro-kapsel. Cuellar was de Marouane Fellaini van zijn tijd. Dan de top 3. Op 3 dus, Peter Beardsley. Peter Beardsley heeft menig Horror Hair Hall of Fame gehaald. Toegegeven, het had er ook veel van weg dat de Engels international zijn haar liet doen door zijn moeder. Zelden een speler gezien met zo'n bloempotkassel als de ex-speler van onder meer Newcastle United en Liverpool. Op 2, Nathan Rutjes. Met zijn sympathieke voorkomen, positieve uitschaling en matje is Nathan Rutjes uitgegroeid tot een bekende Nederlander. Het mooie is dat de appel ook niet ver van de boom valt. Ook zijn zoontje Lavetsi heeft een lekker matje. Hey, en vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal van de VI, hè? Liken! En dan op 1, Abe van den Ban. Abe van den Ban is een van de grootste cultvoetballers ooit in Nederland en dat heeft louter met zijn markante snor te maken. De in 1946 geboren verdediger is zelfs internationaal gezien een bekendheid vanwege zijn opvallende voorkomen. Het is jammer dat Van den Ban nooit het Nederlands elftal haalde, want de coups van de spelers van het magische oranje leken wel erg veel op elkaar. Dit waren de 10 opvallendste kapsels volgens Michel Abink van Voetbal International. De ballen!